Je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Er ligt een bewolkingsgebied boven ons land en dat is een koufront. De wind is gedraaid naar het noordoosten en voert vandaag koudere lucht aan. En dat gaan we dus merken: geen 15 tot 20 graden zoals gisteren met flink wat zon, maar vanochtend veel bewolking en lokaal ook een spatje regen. Vanmiddag komt er vanuit het noorden steeds meer zonneschijn bij, dan wordt het gewoon weer vriendelijk, alleen in het zuidoosten blijft de bewolking nog lang hangen. Maar de temperaturen zijn veel lager dan gisteren, 9 tot 13 graden. Blijft vanmiddag wel droog. Vanavond klaart het dan overal op. Gaat de temperatuur langzaam dalen bij stevige Noordoostenwind. En vannacht wordt het dan koud. Het gaat uh, op diverse plaatsen vriezen. Morgen krijgen we schitterend weer. Volop zonneschijn bij matige Oostenwind. Uit de wind en in de zon is het echt genieten. In de wind voel je toch dat het 11 tot 15 graden is. Warmer wordt het op dinsdag, lokaal 17 graden. Maar je ziet het, er gaan wel regenonweersbuien vallen. En ook woensdag en donderdag hebben we de paraplu nodig. Daarbij gaat de temperatuur weer naar beneden. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl